Ik heb een paar toppers bij de brievenbus staan. Moet je even goed in de microfoon praten. Ik weet dat jullie 114 euro hebben gegeven. Hoe heten jullie? Joanne, Srella en Diego. En hoe hebben jullie dat geld bij elkaar gekregen? We hebben steentjes geschilderd. Ja, steentjes geschilderd, wat super vet. En die hebben jullie verkocht of zo? Ja. Cool, 114 euro. En toen zei je ook nog tegen mij, ja, ik heb niet alleen geld, ik heb ook een cadeautje. Ja. Nou, daar ben ik wel heel benieuwd. Maar wil je hem zelf, of zal ik hem uitpakken, of wat zullen we doen? Jullie. Oké, kom maar, doe maar naar de brievenbus. Altijd leuk. Er zit er geen eten in, hoop ik, hè? Nee. Oh, dit zijn de steentjes die jullie geschilderd hebben. Ja. Oké, die ga ik even kijken. En dat is een steentje voor Barend. Dat ben ik. En een steentje voor Rob, die zit daar. En een steentje voor Sophie. En allemaal met het 3FM-logo erop. Ja. Ah, Amersfoort. Applausje voor deze toppers! Wat super goed gedaan. Dank jullie wel. En ik geef ze een mooi plekje in het huis, oké? Ja. Dank je wel en een hele fijne kerst. Doei, doei. Groetjes. Hoi, hoi. Jongens, we hebben stenen binnen. Heerlijk. Fantastisch. En gewoon 114 euro voor het vergeten kind. Kunnen we ondertussen door...